Voor deze les: Examentraining, dus uh, ja. Let's go. Nou, toch hartstikke leuk dat ik dit jaar voor de vierde klas nog een video nieuwe stijl op kan nemen. Dus laten we het gaan hebben over historische vaardigheden. De dingen die jij nog moet beheersen voor het examen. Dit zijn de historische vaardigheden zoals je ze ook kunt vinden in je boek van Memo. En die staan ergens achteraan. Ik weet de pagina niet meer, maar je bent 4MAVO, dus je kunt dit vast zelf wel opzoeken. We beginnen gelijk met de eerste vaardigheid ordenen. En ordenen betekent eigenlijk het orde aanbrengen in historische gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen. Dus dan moet je de vraag stellen: in ieder geval om welke tijd gaat het? Dat kun je meestal in de bron terugzien. Is het op andere plaatsen in die tijd anders of hetzelfde? Dus gebeurt dit overal ter wereld? Of is het iets wat echt past bij deze plaats, in deze tijd? En ziet de wereld er voor de gebeurtenis anders uit? En ziet hier na de gebeurtenis Weer anders uit. Dus dan hebben we het voornamelijk over een verandering en continuïteit. Als nou inderdaad iets verandert, dan ga je kijken naar op welk gebied de verandering plaatsvindt. Is dat politiek? Is dat economisch? Is dat sociaal? Is dat cultureel? Of is dat godsdienstig? Is het een kleine verandering? Of is het een hele grote verandering? En is de verandering plotseling of geleidelijk? Om het even wat inzichtelijker te maken, pakken we er een gebeurtenis bij. Om welke tijd gaat deze plaat hier? Nou, jullie hebben allemaal opgelet bij het hoofdstuk over de Russische Revolutie. Dus je weet dat dit de Russische Revolutie is in 1917. Is het op andere plaatsen in die tijd anders of hetzelfde? Nou, ik ga je een vraag stellen. Is de Russische Revolutie hetzelfde in de rest van de wereld? Nee, want het is de Russische Revolutie. En is het in de tijd daarvoor anders of hetzelfde? Nou ja. De Russische revolutie is een gebeurtenis die ervoor heeft gezorgd dat Rusland er heel anders uitziet. Dus dat betekent er is hier inderdaad iets veranderd. Nou, is dit een verandering op politiek, economisch, sociaal, cultureel of godsdienstig gebied? In het geval van de Russische revolutie eigenlijk op allemaal, maar het belangrijkste is hier politiek, want de tsaar, de Russische keizer, die was afgezet en vanaf dat moment werd Rusland een communistisch regime. Gaat het om een kleine of een grote verandering? Meestal wanneer een staat ophoudt met bestaan en vervangen wordt door een andere is dat best wel een grote verandering? En is de verandering plotseling of geleidelijk? Nou, deze is best plotseling, want in een, van één op de andere dag is er eigenlijk geen Rusland meer. Dan de tweede: verklaringen geven. Kun je een aanleiding of een directe oorzaak vinden voor de gebeurtenis? Dus is er iets wat er voor deze gebeurtenis plaats heeft gevonden, wat er direct voor heeft gezorgd dat dit plaatsvindt? Is er één oorzaak of zijn er meerdere oorzaken? Dus is er heel veel gebeurd waardoor, waardoor deze gebeurtenis plaatsvindt? Of is er eigenlijk maar één ding genoeg geweest waardoor deze gebeurtenis plaats heeft gevonden? En en op welk gebied lagen deze oorzaken? Was dat politiek, economisch, sociaal, cultureel of godsdienstig? Zijn alle oorzaken even belangrijk? En gaat het om directe oorzaken of om indirecte? Oorzaken. Wat zijn de gevolgen van de gebeurtenis en zijn de gevolgen direct merkbaar of duurt het nog wel wat langer voordat je de gevolgen merkt? Het beste voorbeeld om deze historische vaardigheid mee te behandelen is de Eerste Wereldoorlog, vind ik zelf. Kun je een aanleiding of een directe oorzaak vinden voor de gebeurtenis? Nou, de Eerste Wereldoorlog, daarvan weet je, daar is inderdaad een heel directe oorzaak voor, namelijk de moord op Frans Ferdinand, waardoor uiteindelijk alle landen in Europa met elkaar in oorlog gaan komen. Is er één oorzaak of zijn er meerdere oorzaken? Nou ja, er zijn meerdere oorzaken. Dan heb hebben we het over de wapenwetloop? Hebben we het over het modern imperialisme? Hebben we het over het nationalisme? Hebben we het over de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland en dat soort dingen? Op welk gebied liggen deze oorzaken? In dit geval zijn die voornamelijk politiek, want landen hebben een hekel aan elkaar. Maar ook economisch, want bij het modern imperialisme willen landen zoveel mogelijk hun imperium uitbreiden om meer geld te verdienen. Er Zijn alle oorzaken even belangrijk? Dat kan. Het is de Eerste Wereldoorlog. Je kunt zelf kijken, is er eentje echt belangrijker? Maar. Bij de Eerste Wereldoorlog is dat heel moeilijk om aan te wijzen. Wat zijn de gevolgen? Nou, de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, die weet je, heel veel mensen gaan dood. En bijvoorbeeld Duitsland wordt in één keer een stukje kleiner. En Rusland valt uit elkaar in de Sovjet-Unie. Zijn de gevolgen direct merkbaar of duurt het langer voordat je iets merkt van de gevolgen? Nou, de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog zijn direct merkbaar. Want er zijn heel veel mensen doodgaan. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, het duurt wel een stuk langer voordat je iets merkt van de gevolgen. Want bijvoorbeeld die gebeurtenis die ik zeg van Duitsland is uit elkaar gevallen. Daarvoor moet eerst een hele Eerste Wereldoorlog wereldoorlog gevochten worden en dat duurt nog best wel een tijdje informatie uit historische bronnen gebruiken. Dit is eigenlijk een van de belangrijkste. Welke informatie geeft de bron over de gebeurtenis, situatie of personen? Daarna ga je kijken naar vanuit welk standpunt geeft de maker van de bron informatie? Dit is heel erg belangrijk als je moet gaan bepalen of de informatie uit een bron bruikbaar en betrouwbaar is. En daarbij moet je op de volgende dingen voornamelijk gaan letten. Bevat de bron vooral feiten of meningen? Als het feiten zijn, dan is het meestal een betrouwbare bron. En als het meningen zijn, meestal een onbetrouwbare bron. Wat weet je over de maker van de bron? Dus wat is zijn afkomst? Wat is zijn beroep? Wat is zijn godsdienst wat zijn zijn politieke ideeën en welke sociale laag zit die? Leefde de maker in de tijd waar de bron over gaat, of leeft de maker veel later? Als zo iemand in de tijd leeft waar de bron over gaat, dan is het meestal betrouwbaarder en bruikbaarder. Is de maker misschien partijdig? Wil heeft een mening die hij uit wil dragen? En wil de maker iets bereiken met zijn bron? Ja of nee? En kan het zijn dat jij de informatie anders uitlegt dan iemand anders? Als je aan iemand anders vraagt, hé, hey, wat zie je op deze bron? Zou die persoon dan hetzelfde zeggen als jij, of zou die iets heel anders gaan uitleggen? Om het duidelijker te maken, je ziet hier een bron. En als je op het examen zo'n bron ziet, dan begin je altijd met het, met het benoemen welke informatie je uit de bron kunt halen. Dus in dit geval kun je zeggen: er staan een man en een vrouw die staan naar buiten te kijken. Terwijl er aan de andere kant van het raam een protest aan de gang is. En de man en de vrouw zien er wat rijker uit. De man die zegt: is het niet te gieren? Die bende wil hetzelfde kiesrecht hebben als ik. En er staat bovenaan de bron: notenkraker. 2098. Dus 20 september 1908. Dat is de informatie die je uit de bron kunt halen. Schrijf dat alsjeblieft ook op in het examen. Vanuit welk standpunt geeft het maken van de bron informatie? Nou, bevat de bron vooral feiten of meningen. Nou, het feit wat er hier benoemd wordt is dat er in 1908 een grote drang was naar algemeen kiesrecht. En de mening die je in deze bron ziet, is dat die man vindt dat. Arme mensen helemaal niet hetzelfde kiesrecht zouden moeten hebben als hij. Want hij is rijk en hij is tenminste niet zo'n bende, zoals hij zelf zegt. Wat weet je over de maken van de bron? Wat voor afkomst, beroep, godsdienst, politieke ideeën en sociale laag heb je? Nou, je weet nu niks over de maken van deze bron. Maar ik ga je alvast erbij geven dat dit iemand is die. Best wel achter de standpunten van de liberalen stond en daardoor niet wilde dat arme mensen ook stemrecht zouden krijgen. Leefde de maker in de tijd waar de bron over gaat? Ja, dat deed hij. Hij maakte deze bron over gebeurtenissen die hij op dat moment zag in de samenleving. Is de maker misschien partijdig? Duidelijk is deze maker partijdig, want deze maker die wil graag, die kiest partij voor de standpunten van de liberalen. En wilde de maker iets met zijn bron bereiken? En ja, hij wil bereiken dat andere mensen ook niet meer achter de ideeën van de socialisten zouden gaan staan en meer aan de kant van de liberalen gaan staan. Kan het zijn dat jij de informatie anders? Anders uitlegt niemand anders. Ja, dat kan. Je kunt zeggen. Ik vind dit een stomme bron, want ik vind dat iedereen een algemeen kiesrecht moet hebben. Maar iemand vanuit een heel ander milieu die zou zeggen. Nee, ik vind het stom als iedereen een kiesrecht hebt, want niet iedereen is even slim als ik. En ik wil graag gelijk hebben en andere mensen niet. Dus het kan zijn dat iemand deze bron heel anders uitlegt dan jij. Dan je eigen mening geven. Heb je genoeg informatie om een eigen mening te kunnen geven? Houd je rekening met de opvattingen, waarden en redenen van de mensen uit het verleden. Dus om een goed oordeel te geven over het verleden, moet je proberen te verplaatsen in de tijd en de situaties van toen. Hoe dachten mensen in die? Over de samenleving, dus welke ideeën hadden zij over hoe de samenleving in elkaar zat? Wisten mensen toen wat wij nu weten? Nou, dat is eigenlijk altijd vrijwel nee, maar sommige dingen weten mensen, wisten mensen vroeger ook al wel. En wat is je mening? Je moet jouw mening dan goed duidelijk kunnen formuleren in een duidelijke zin. Leg uit waarom je dat vindt. Dus dat puntje is, naar mijn idee, het belangrijkste. Geef argumenten, geef historische argumenten. Dus zeg niet: dit vind ik, want dit vind ik. Dat is geen argument. En dat betekent dat het ook fout gekeurd wordt op het examen. Welke argumenten kan iemand gebruiken die het niet met je eens is? En waarom vind je de argumenten minder sterk dan die van jezelf? Dat gaan we oefenen met een plaatje van net voor de Tweede Wereldoorlog. Je ziet hier Adolf Hitler die langs een hoop mensen loopt en al die mensen lopen heel erg triomfantelijk hun arm de lucht in te zwieren, want zij zijn blij dat Hitler aan de macht is. Heb je genoeg informatie om een mening te kunnen geven over deze bron? Ja, dat heb je, hopelijk, want jij hebt geleerd over de Tweede Wereldoorlog en je hebt geleerd over de opkomst van de naties en daardoor weet jij waar Adolf Hitler voor staat en waar deze mensen dus enthousiast over zijn. Houd je rekening met de opvattingen, waarden en redenen van mensen uit het verleden. Dus deze mensen, die, die staan hier heel erg triomfantelijk met hun armen omhoog te zwaaien en jij hebt daar een mening over, maar hadden deze mensen dezelfde de opvattingen over de samenleving hadden zij dezelfde gewoontes, waarden en mogelijkheden. En wat was toen anders dan nu en wisten mensen toen wat wij nu weten? Nou, wij weten nu dat de Tweede Wereldoorlog ertoe heeft geleid dat er heel erg veel doden zijn gevallen en dat er een Holocaust plaats heeft gevonden. Wisten mensen dit toen? Nee, mensen wisten toen nog niet dat dat ging gebeuren. Wat was anders dan nu? Nu is Duitsland best wel een economisch sterk gebied. Vroeger had Duitsland hele grote, zware economische problemen. Waardoor mensen misschien wel achter Adolf Hitler zouden gaan staan. Wat is je mening? Formuleer je mening in duidelijke zin. Nou, jouw mening zou kunnen zijn: ik vind het niet kunnen deze mensen allemaal triomfantelijk de Hitler goed uitstaan te brengen. Wat zijn daar je argumenten voor? Nou, jouw argumenten daarvoor is dat Hitler toen ook al uitkwam voor zijn ideeën dat hij joden minderwaardig vond en dat hij vond dat de democratie in Duitsland afgeschaft moest worden. En daarom vind jij het vreemd dat mensen hier alsnog heel erg tevreden over zijn. Maar wat zou iemand anders kunnen zeggen die het hier niet mee eens is? Die zou kunnen zeggen, nou Hitler die, die beloofd dat hij de werkloosheid aan zou pakken in Duitsland. En deze mensen waren best wel tevreden met het idee dat de werkloosheid aangepakt zou worden. Dus deze mensen die stonden heel erg achter Adolf Hitler. Waarom vind je die argumenten minder sterk dan die van jezelf? Dat is dus iets wat je uit moet kunnen gaan leggen. En dan kun je bijvoorbeeld Gaan zeggen ja, de werkloosheid was alweer op zijn retour en Adolf Hitler heeft niet heel erg veel gedaan om die werkloosheid daadwerkelijk echt goed op te lossen. Dat zou een argument kunnen zijn. En dan de laatste: je moet verschillende type historische vragen kunnen herkennen. Je moet daarbij onderscheid maken in beschrijvende, verklarende en waarderende vragen en ook moet je zelf zo'n vraag kunnen stellen. Dat gaan wij doen aan de hand van een gebeurtenis, namelijk de vergissing van Troelstra in 1919. Het moment waarop de heer Troelstra besloot: ik ga een socialistische revolutie in Nederland uitroepen. De een beschrijvende vraag hier, een beschrijvende vraag die je zou kunnen stellen bij deze afbeelding is... Wat is de heer Troelstra aan het doen op deze afbeelding? Dat is een vraag waarmee je beschrijft wat je op de bron ziet. Een verklarende vraag zou zijn, een vraag waardoor je gaat... ...proberen uit te leggen wat er op de bron gebeurt. En de verklarende vraag hier is... ...waarom denkt de heer Troelstra dat hij op kan roepen tot een socialistische revolutie? Dus dat is een vraag waarbij je probeert te verklaren wat er gebeurde in de bron. Een waarderende vraag is dus een vraag waarbij je je mening gaat geven. Dus dat betekent, ga jij, jij gaat de vraag stellen... ...vind jij dat de heer Troelstra het goede idee had toen hij opriep tot een socialistische revolutie? Dat is een... Vraag waarbij jij een, je eigen mening moet gaan stellen. Dus in dit geval zou je kunnen zeggen, ja, dat vind ik wel, want er was al een socialistische revolutie plaatsgevonden in de Sovjet-Unie. Of nee, want het ging uiteindelijk toch mislukken en Nederland wilde niet graag zo'n socialistische revolutie. Dat zijn vragen waarbij je je eigen mening moet gaan geven. Om dan af te sluiten: de historische vaardigheden die je moet gaan kennen zijn: ordenen, verklaring geven, informatie uit historische bronnen gebruiken, je eigen mening geven en verschillende type historische vragen herkennen. Kijk dit nog een keer terug. Ik ga dit nu niet allemaal kort samenvatten. Want dat is onmogelijk te doen. Want heel deze video was eigenlijk al een korte samenvatting. Dus ja, nou, dat was dan de uitleg over de historische vaardigheden die je nog moet gaan kennen. Mocht je dit nou een nuttig filmpje hebben gevonden. Vergeet dan niet te liken en te subscriben en zo. En deel dit met vrienden. Want misschien dat die dit nog kunnen gebruiken om te leren voor hun geschiedenisexamen. Dus uh, ja, doei doei!